ik ben Miguel Ayantuna en ik ben 20 jaar en ik doe de opleiding helpen de zorg en welzijn. Ik was niet echt gemotiveerd om naar school te gaan. Ik dacht gewoon niet aan school, ik dacht meer aan geld verdienen, want je bent nog jong, je wil dit doen, je wil dat kopen, is het nieuwe schoenen, dat wil je allemaal hebben. Nou, ik zei aan mijn tante, als je wat ouder wordt, denk je wel wat anders, van ja, was ik toch maar naar school gegaan. Toen koos ik voor assistent kok, dacht ik van ja, koks is toch iets voor mij. Het is heel wat anders dan ik had gedacht. Toen ben ik weer gewoon thuis gaan zitten, gewoon gaan werken af en toe. En daarna werd tegen mij gezegd door vrienden, of mijn moeder ook. Van ja, ga maar toch wat doen, ga maar naar school. Op een gegeven moment ga je toch wel luisteren. Ja, en toen dacht ik van, zeg ik van ja, zorg helpende welzijn. Toen dacht ik van ja, ik ga dit maar proberen. Ik vind het altijd wel leuk met kinderen en ik trek ze ook aan. Want zoals mijn oude buurt, ze kennen me allemaal daar. Als ik daar kom, begin ze altijd te roepen. Ja, ik vond het ook eerst een meisjesberoep. Maar langzamerhand, toen ik hier was, zag ik een paar jongens zoals mij gewoon. Die gewoon met kinderen werken of met wat ouderen. En ze zeggen wat een meisje kan een jongen ook. Dus waarom zou een jongen niet in de welzijn kunnen? Sommige ouders vonden het heel erg leuk. Ja, om eindelijk een keer een man is wel wat. Het is goed voor de jongens, weet je. Die jongens, ja, die houden van voetbal, van, weet je, mannen, sport. Het is wel leuk voor ze. En ja, en als je daar bent, komen ook ouders naar je toe van, echt top, om man in een crash, dat is wel leuk. Weet je, dat geeft gewoon weer een warm gevoel. Hey jongens, ik heb een tip voor jullie. Deze beroep is niet alleen voor mij, dit is ook voor jongens. En het is hartstikke leuk met kinderen werken. Nee, ik leer ze gewoon voetballen, ik leer ze luisteren. Ik leer ze zindelijk worden. Ja, dat leer ik ze wel. Zeg maar bijvoorbeeld, zet je elke half uurtje zet ik op mijn telefoon dat een wekker afgaat. En dan breng ik hem zeg maar naar de wc, een van die kinderen. Een intakegesprek is een gesprek dat je moet voeren om te kunnen zien of jij die beroep wel of niet aan kan. En of je het wel of niet leuk vindt. Ja, we waren met z'n vijf of vier aan de tafel. Twee mentors, die stelden dan een paar vragen van... Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Hé, hey, hoe zit dat en dat? Dan leg je het uit. Ja, hij moet goed zitten, je moet wel goed komen, weet je. Zodat ze ook een beeld van je hebben. Van, die ziet er wel netjes uit, die heeft er wel zin in. Ik heb nog een tip, tweede tip. Ga maar naar school, blijf niet thuis zitten. Is hartstikke veel tijdverlies. En ga maar naar school, daar werk ik een heleboel mee.